Minister Stuart Getroo van Justitie en Politie heeft vanmorgen een werkbezoek gebracht aan het Korps Brandweer Suriname. De bewindsman heeft daarbij een wensenpakket ontvangen van de bond met de wensen en grieven waarmee de leden te kampen hebben. Brandweercommandant Rajan Jakari, die de bewindsman verwelkomde, viel gelijk met de deur in huis. Jakari hoopt dat de minister de prioriteiten van de brandweer op de agenda zal plaatsen. Enkele van deze prioriteiten zijn verbetering van de rechtspositie en betere huisvesting. Persoonlijke uitrusting. Daar praat ik over lage schoenen en uniform kleding. Brandweerlaarzen en brandweerhandschoenen ten behoeve van incidentbestrijding. Veiligheidsschoenen. Verbetering van het wagenpark. Een deel van de uitrukvoertuigen zijn aan vervanging toe. In 2016 is in samenspraak met het ministerie een aanvang gemaakt met gefaseerd aanschaffen van goed gebruikte blusvoertuigen. Het zesde blusvoertuig uit de aanschaffing van fase 2 is reeds binnen. Dit project zal dit jaar worden voortgezet. Ook hebben wij te kampen met het tekort aan logistieke voertuigen. Ruim 6 jaren is het wagenpark hiervan niet voorzien. Ter uw informatie, we hebben nog voertuigen van bouwjaar 2001 en 2002. Verder wil ik ook aandacht schenken aan capaciteitsversterking van de menskracht. Dat denken we in de richting van opleidingen enzovoort. Voort ziet de brandweercommandant graag dat de kazerne te Mungo wordt opgeleverd. Minister Getroo is ervan bewust dat de taak van de brandweer complexer is geworden vanwege de razendsnelle ontwikkeling van de technologie. De bewindsman zei verder dat er gewerkt zal worden aan de herstructurering van de brandweerorganisatie. Daar behoort ook toe trainen van het personeel, het ontwikkelen en implementeren van regelgeving met betrekking tot brandveilig bouwen. Als minister ben ik me wel van bewust dat er weinig beschikbare middelen zijn. Maar gezamenlijk zullen we creatiever en innovatiever worden om gestelde doelen te realiseren. Het is ook mijn streven om daadwerkelijk een begin te maken met een gestructureerd HRM-beleid, waarbij er sprake kan zijn van een goede loopbaanbeleid binnen het Korps Brandweer Suriname. Aan de vakbond wens ik mee te geven dat ik het wensenpakket welke aan mijn ambtsvoorganger is aangeboden, ter bestudering zal nemen. Het bestuur wordt op een nader te bepalen datum uitgenodigd voor een gesprek, heel binnenkort. Van hieruit wil ik graag een beroep doen op elke ambtenaar van de brandweer om te letten op de dienstijver en uw gezag, in het korps als ook in de samenleving. De brandweerorganisatie valt en staat met uw performance. Stuart Getroo, minister van Justitie en Politie. Hij bracht vanmorgen een werkbezoek aan het Korps Brandweer Suriname. De bewindsman kreeg een rondleiding op de hoofdkazerne van de brandweer aan de Gemeenlandsweg.